Het is misschien wel de bekendste veldslag uit de Belgische geschiedenis. Het is in ieder geval een slag die jaarlijks wordt herdacht in het Nederlandstalige deel van België. 11 juli is namelijk een officiële feestdag in Vlaanderen. Op die dag, in 1302, versloeg een Vlaams leger dat voornamelijk bestond uit ambachtslieden en boeren het sterke Franse ridderleger in de buurt van de Vlaamse stad Kortrijk. En die slag is de geschiedenis ingegaan als de Gulden Sporenslag. En in deze video gaan we in op de Guldensporen-slag en met name waarom deze slag zo belangrijk is geweest voor de geschiedenis. Laten we eerst eens kijken naar de oorzaken en de aanleiding van de slag. Vlaanderen hoorde sinds de 9e eeuw officieel bij Frankrijk, maar ging in de praktijk zijn eigen gang. De Vlamingen hadden sterke economische banden met Engeland vanwege de wolhandel en lakennijverheid. En steden als Gent, Brugge en Ypres verdienden daar heel veel geld mee. De feodale verhoudingen, die in Frankrijk een belangrijke rol speelden, waren daarom in Vlaanderen voor het grootste deel afwezig. In 1285 was in Frankrijk Filips IV de aan de macht gekomen. Vanaf het moment dat hij koning was, probeerde hij de macht van Frankrijk te vergroten. Hij gaf veel geld uit aan het leger en zou veel oorlogen voeren. In 1294 verklaarde hij bijvoorbeeld de oorlog aan de Engelse koning Eduard I. Bijzonder hierbij was dat de Vlaamse steden de kant van Engeland kozen. En ook de Graaf van Vlaanderen, Gewijde van Dampierre, koos de kant van Engeland. Om dit te benadrukken, huwelijkte hij zijn dochter Filipina aan Eduard uit. Philips was woedend en liet Gewijde en Filipina gevangen nemen. Na flink onderhandeld te hebben, werd Gewijde in 1295 vrijgelaten, maar Filipina bleef gevangen zitten. En eenmaal terug in Vlaanderen zegde hij zijn leenheerschap bij Philips op. De Franse koning was woedend en viel Vlaanderen binnen. Tegen het Franse ridderleger waren de Vlaamse steden niet opgewassen en één voor één vielen ze in Franse handen. Op 6 januari 1300 tekenden tekende Gewijde Dampierre en Philips IV een wapenstilstand. De Franse koning had zijn gezag over Vlaanderen weer helemaal hersteld en om zoveel mogelijk controle te krijgen zette hij een aantal belangrijke ridders gevangen. Wederom was graaf Gewijde van Dampierre de klos en werd ook zijn zoon Rooprecht III van Vlaanderen en Willem van Dendermonde opgesloten. Philips probeerde ondertussen in een goed plaatje bij de Vlamingen te komen en schafte een deel van de hoge belastingen af. Populair werd hij er alleen niet mee, aangezien de afschaffing vooral in het voordeel van de patriciërs was, die toch al aan Franse kant stonden. Ze werden niet voor niets de Leliaards genoemd, naar het symbool van de Franse koning. De ambachtslieden en boeren profiteerden dus nauwelijks en hun onvrede groeide. Deze Libaards stonden aan de kant van de Vla Vlaamse graaf. De koning, een wever uit Brugge, werd de leider van deze opstandelingen. Hij werd door het stadsbestuur van Brugge als een groot gevaar gezien en gevangen gezet. En toen in maart 1302 de belastingen vanuit Frankrijk weer werden verhoogd, kwamen de Liebaards van de Gent in opstand. Ze zetten de Fransgezinde in de stad uit en in Brugge gebeurde ongeveer hetzelfde. De Fransen vre vreesden dat de boel uit de hand zou lopen en trommelden Franse ridders op om in Kortrijk. Gent en Brugge weer in zijn greep te krijgen. Het Gentse stadsbestuur vreesde de gevolgen en beloofde zich niet met de strijd in Kortrijk te bemoeien. De Fransen richtten hun aanval daarom op Brugge en bezetten de stad. Dat lieten de Brugse Liebaards niet over hun kant gaan en onder leiding van Pieter de Koning en Jan Breydel slachten ze de Fransen in de nacht van 18 mei 1302 af. Om zeker te weten dat ze alleen Franse ridders zouden doden, lieten de Bruggelingen hun tegenstanders de woorden schild en vriend zeggen. Een Fransman zou deze woorden namelijk niet goed kunnen uitspreken. In deze gebeurtenis is de geschiedenis ingegaan als de Brugse metten. Iedereen besefte dat de Franse koning dit niet zou accepteren en met groot vertoon terug zou willen slaan. De Vlamingen probeerden zich onder leiding van Willem van Gulk. Een kleinzoon van Gewijde van Dampierre en Gewijde van Name, een zoon van de graaf, zich zo goed mogelijk voor te bereiden. Ze stelden een leger samen uit boeren, ambachtslieden en porters. Uitrusting en wapens werden betaald door het stadbestuur van Brugge. De Fransen kwamen op 8 juli 1302 met een zeer groot en sterk leger onder leiding van Robert II van Artois in Kortrijk aan. Het leger bestond uit ongeveer 8700 man met veel krijgservaring en zware wapens. Hoewel de Vlamingen ongeveer 10.000 soldaten op de been hadden gebracht, hadden ze veel minder goede wapens. Twee dagen lang probeerden de Fransen Kortrijk in te nemen, maar steeds mislukte dat. Als het innemen van de stad niet lukte, moest het gevecht maar in het open veld worden beslist, dachten de Fransen. In de middag van 11 juli 1302 begon de slag. Het Vlaamse leger had zich in een halve cirkel opgesteld achter het water van Kortrijk, de Grote Beek en de Groeningenbeek. Franse boogschieters begonnen ongelooflijk veel pijlen af te schieten op de Vlamingen. En hoewel de Vlamingen terugschoten, raakten ze al snel door hun pijlen heen. Franse soldaten konden daarom redelijk makkelijk oprukken en staken de beken over. Het lukte de, het Franse voetvolk alleen niet om de Vlamingen definitief te verslaan. Sterker nog, de Vlamingen vochten moedig terug en Robert van Artois gaf de opdracht aan het voetvolk om zich terug te trekken om de beurt te geven aan de Franse ruiters. Zij zouden de klus wel klaren, dacht hij. Maar dat viel vies tegen. De grond in Vlaanderen was en is nog steeds heel drassig en de paarden bleven met hun zwaar bewapende ruiters heel erg vaak steken in de modder. Ze kregen bovendien te maken met fanatieke Vlamingen die met wapens als Goedendags en Morgensterren de Franse ridders te lijf gingen. En dat leverde succes op. De Fransen probeerden uit alle macht om te om te keren en te vluchten. Een deel van de Fransen slaagde erin, maar een groot deel werd afgeslacht door de Vlamingen, onder wie Robert II van Artois. Voor de slag hadden de Vlamingen met elkaar afgesproken dat ze geen Franse ridders gevangen zouden nemen. Dat was bijzonder voor die tijd, want volgens de regels van de toenmalige oorlogsvoering werd een ridder die van zijn paard geslagen was, gevangen genomen, maar niet gedood. Een gevangen genomen ridder kon namelijk veel losgeld opleveren. De Vlamingen waren de winnaars van de slag en keerden de volgende ochtend terug naar het slagveld. Daar vonden ze minstens 500 vergulde sporen op de uitrusting van de Franse ridders die waren gedood tijdens de slag. De gewonnen veldslag kreeg daarom de naam Guldensporenslag. In totaal vielen er duizenden doden, maar vooral aan Vlaamse kant. De Guldensporenslag heeft veel veranderingen tot stand gebracht. Niet alleen de oorlogsvoering veranderde. Ridders kregen bijvoorbeeld een veel minder belangrijke rol na de Guldensporenslag dan daarvoor. Maar ook op politiek gebied veranderde er veel. De overwinning op edelen heeft ervoor gezorgd dat de macht van de burgerij toenam. Gilden eisten en kregen vaak ook de macht in het stadsbestuur in handen. En daarmee veranderde dus ook de positie van de gewone burgers. Vond je deze video interessant? Dan hoop ik dat je hem liked. En mocht je meer van dergelijke video's willen zien, dan zou ik het leuk vinden als je je abonneert op mijn kanaal. En als je dan ook de meldingen aanzet, dan krijg je vanzelf een bericht als er nieuwe video's worden geplaatst.